Deze uitzending staat geheel in het teken van de Ronde van Frankrijk. De Tour duurt nog een week en nog altijd zit het geel om de schouders van de Deen Bjarne Riis. En dat terwijl iedereen toch een beetje had gerekend op die Spanjaard, vijfvoudig Tourwinnaar Miguel Indurain. Hoe is je vorm op dit moment, Miguel? Bueno, está bien. He pasado un momento de recuperación estos días después del frío y la lluvia y ahora va cada día un poquito mejor. Vous êtes content de votre résultat en ce moment? No muy contento porque un día en Les Arcs tuve un desfallecimiento, pero lo demás estoy contento de cómo he hecho el tour, la cronómetro, cómo va. Lo único esos 4 minutos que perdí en Les Arcs, que ha sido donde llevo un poco de retraso. Quel est le moment que vous allez attaquer? No sé el momento, pero hay 3 etapas que son las más duras. Autacán, Pamplona y Hendaya son 3 etapas duras, difíciles. En cualquiera de ellas se puede atacar. ¿Pamplona es très important pour vous? Sí, llega a mi casa, a mi región y entonces espera que es una etapa dura y se espera que pueda atacar, pero hay que esperar también los rivales cómo están y no sé. Lo importante es llegar a París de amarillo. ¿Cuál es vuestra opinión de Bjarne Riis en este momento? Bueno, está muy fuerte, tiene una gran confianza, se ha hecho hasta el momento un gran tour. Tiene un buen equipo con el Telecom que trabaja muy fuerte y va de mayo amarillo, siempre es un rival muy difícil. Le Tour a Long, encore. Bueno, queda una semana muy difícil, un cronómetro también de 60 kilómetros en Burdeos, todavía puede pasar de todo. Miguel Indurain. Hij vertrok vanmiddag met nog 135 renners voor de 15e etappe van Brive-la-Gaillard naar Villeneuve-sur-Lot. Een rit over 176 kilometer met 3 cols van de 4e categorie. U hoort Jean Elissen en Mart Smeets. Het is vandaag de etappe van drinken, drinken, halen en blijven drinken. Nadat we boos waren op de weergoden dat ons in de eerste week niets bespaard werd wat betreft regen, sneeuw, hagel, kou en weet ik veel wat, zitten we vandaag allemaal te puffen. Het is ook nooit goed, zou je kunnen zeggen, in deze Ronde van Frankrijk 96, die vandaag nog gewoon rustig voortgaat. Voordat morgen de etappe naar Autacam plaatsvindt en de dag daarop de grote, grote Pyreneeën-etappe in Pamplona eindigt. Bartoli, Stevens, Le Marchand, Podenzada, Carini, dat zijn de mannen. En Van Petergem, die daar dan nog bij hoort, zijn de mannen die aan de leiding rijden. Met die 6 gaan we het in eerste instantie doen, want Jean... Ik heb niet helemaal de indruk dat men zich druk maakt in het peloton daarachter. Zeker niet. De mannen die heel goed geclasseerd staan in het algemeen klassement... zullen deze dag aangrijpen als voorbereiding op wat morgen hen te wachten staat. De klim naar Autacam en overmorgen de grote, grote rit over 6 cols naar Pamplona. Daar waar Miguel Indurain thuis is. Dus vandaar renners van de tweede garnituur, hoewel Bartoli natuurlijk een goede klassieke renner is. Die de laatste dagen steeds mee in de aanval is gegaan. Je ziet hier het laatste verschil, 6 minuten en 50 seconden. Berzin. Ulrich, die beide ellebogen heeft opengevallen. En hier een discussie tussen de heren Bartoli en Van Petergem. Dat zal dan toch op zijn plat Vlaams gaan. Van Petergem, toch wel een goede coureur die vooral in het voorjaar in vorm was. Ik herinner me dat hij op 25 februari de grote prijs Louis Poeg won. Op het parcours van het wereldkampioenschap in 92 al daar in Benidorm. Moeilijk parcours met die grote helling. En Van Petergem... wist die wedstrijd te winnen. Maar waar ging het gesprek net over? Ging het erover dat Van Petergem niet meewerkt in deze ploeg? Dat zullen we zo zien als Bartoli naar achter gaat en als hij dan inpikt voor Van Petergem of achter hem. Dat is het punt. Nou, hier is het antwoord. Dat wilde Bartoli dus heel graag weten. Waarom Van Petergem niet meerijdt? Wat misschien Bo Hamburger gisteren te veel heeft gedaan, doet Van Petergem nu andersom. Zie je? Hij laat steeds het vijfde gat laat hij open. Daar maak je geen vrienden mee. Nee, want wat moet Van Petergem verdedigen? In dit tempo krijgt de kopgroep zo direct 10 of 15 minuten voorsprong.
Hier hebben we weer de discussie tussen meneer Bartoli en Van Petergem. En Van Petergem zegt, ik mag niet rijden, dat is me opgedragen. En Bartoli jaagt hem nu op als het ware. En Van Petergem voelt het niet prettig in die situatie. Kijk, Bartoli is een grotere renner die de verantwoording voor dit groepje op zich neemt. U weet dat hij de Ronde van Vlaanderen op zijn naam heeft staan. Nou, als je zo'n klassieker gewonnen hebt... Tel je mee, hè? Dan ben je iemand. Eergisteren was hij zwaar in de aanval. Nu is hij er weer bij. En hij jaagt als het ware Van Petergem maar ook. Meerijden, zegt hij nu. Zie je dat? Riffin. Willen die nog eens Abdoel een kantje bieden? Ik moet je zeggen dat iedereen zich gisteren in Abdoel vergist heeft. Wij dachten dat hij problemen zou hebben met die klim. Maar hij poefde er tegenop alsof het niets was. Ries heeft vanochtend verklaard, elke dag in het geel. Hij draagt die trui nu voor de 7e keer. Elke dag in het geel is voor mij een overwinning. En het is in feite ook zo. Kijk. Wat prachtig, hè, dit. Kijk. Zo direct gaan we nog een boxpartij. Als er geen tv-camera bij was, dan was het al vol Mohammed Ali tegen Joe Frazier. Althans, zo ging het vroeger. Ja, het zou ook wel kunnen zijn dat Van Petergem geroepen heeft tegen de andere vijf. Het is de laatste etappe dat misschien wel Jeroentje Blijlevend zijn massasprint kan winnen. Dit lachje kunnen we inblikken. Ja. Als je een kopgroep hebt met een voorsprong van 9 minuten zoveel, dan moet je niet op een sprinter gaan rekenen natuurlijk. Zeven minuten en 18 seconden op dit moment is de voorsprong. Terwijl Stevens om zijn ploegleider roept, kan je dus nu gaan aftellen. Terwijl u naar deze mensen kijkt, hoor ik op een ander oor dat de verklaring van de TVM-ploeg is dat ze inderdaad op Blijlevens rekenen hier aan de spin. Hier. Hoho, voor meneer Roeks gemaakt, zeg. Is dat mooi? Je zult maar debuteren in de ronde, zoals Laurent Roeks van TVM. Je zult maar 3 dagen mee in de aanval gaan en je zult dan zo'n enthousiasme in je eigen regio zien. Dat haalde vroeger in zijn topjaren alleen Poulidor. Daar is hij hoor, thuis in zijn streek. Dit is precies daar waar hij woont. Ja, Lulu. Daar, vlak daar in de buurt hebben zijn ouders dus dat restaurant, als het er nog staat. Dat komt vaker voor in de Tour de France, maar de intensiteit vandaag, dat heb ik zelf meegemaakt. Bijna alle huizen voorzie het. En allemaal maar met 1 naam, Roeks. Kijk hem lachen. Hij kent hem waarschijnlijk allemaal persoonlijk. Hij kent hem persoonlijk, mensen. Ja, hij bedankt de mannen van Refien dat zij even voorop mocht rijden. Hartelijk merci. Zes minuten precies bij Fumel. 6 minuten. En de vraag is: is 6 minuten genoeg in de laatste 30 kilometer? En dit is de lot. Mooi, hè? En nog altijd de helpers van Abdoel op kop. En een beetje Ros Lotto nu ook erbij. Ja, het kan toch vreemd gaan. Nu rijdt eindelijk eens een Belg in een kopgroep en dan mag hij niet fietsen.
Maar dat wil niet zeggen dat hij kansloos is, hoor. Maar als hij straks gaat meesprinten en hier de etappe wint, wil ik wel zien hoe die andere vijf op hem staan te wachten. Nou, die zullen hem geen kaart met zijn verjaardag sturen. Het blijft 6 minuten. Daar is Wijnands bij Van Petegem. Misschien dat Wijnands nu wat schuldgevoelens krijgt. Omdat iedereen en alles op het ogenblik in de koers praat over het gedrag van de Belg. 5:17 is de voorsprong voor de 5 plus. Op 20 kilometer voor de aankomst. Dus 18 seconden verloren op 5 kilometer. Dat is niet veel. Het gaat goed voor de kopgroep. Hoe vind je deze, Jean? Ja, ze worden steeds mooier en groter. Ze doen het allemaal voor jou. Ah, misschien dat we dat ook mogen zien nu. Want zelfs Jean-Marie Leblanc, de toerdirecteur, bemoeit zich nu met de, dus aanhalingstekens natuurlijk, affaire van Petegem. En hij roept dat Van Petegem heel voorzichtig mee gaat werken. Dat moet hij natuurlijk wel, maar hier is hij niet te zien. Ja, wil hij straks meesprinten en niet dat die 5 man met opgeheven pompen achter zich aan krijgt. Dan moet hij wel wat gaan doen natuurlijk. En de toon waarop Leblanc dat zei. Ja, die was veelzeggend inderdaad. Kijk, daar is hij. Voor het eerst rijdt hij nu mee. Hij heeft het begrepen. De achtervolgers komen niet meer terug. En dan is hij natuurlijk nog helemaal kakelvers natuurlijk. 12,5 kilometer nog. Maar de manier inderdaad waarop Leblanc dat zei. Die is je, weet dat Nederlandse ploegen bij Leblanc niet in een goed blaadje staan. Hè? Dat weet je. En daar wordt er gedemareerd door een Aubervilliers-renner. Wat zei ik ook weer, die hadden er nog heel weinig. Hè? Bourguignon rijdt nog, Gouvenou en Talmont, nog 3. Dus kies maar uit. Is dit Gouvenou? Ja. Ja. Het is Gouvenou. Thierry Gouvenou, 27 jaar, bezig aan zijn tweede ronde van Frankrijk. Daar gaat Bartoli. Was te voorzien. Gerini gaat mee. Ja, ja. Bartoli is weg. En hard weg. Gerini haalt het niet. Stevens gaat door met... Podenzane. Nee, met, de, hier. Ja, met Le Marchand. Le Marchand. En Stevens rijdt het gaatje dicht. En nou zou de fitte... Van Petegem, als hij durfde, erover moeten gaan, maar dat doet hij niet. Hij ging hard weg, die Italiaan, hoor. Heel hard. En Podenzana en Chierini komen terug. Maar nu is dus het plezierritje ten einde gekomen daar. En dan plezierritje natuurlijk in tussen aanhalingstekens. Volgende, in het groen. Nou gaat Podenzana. Op een hele grote versnelling, Neil. Ja, en Bartoli laat het afweten. En nou gaat Van Petegem. Ja. Geeft hij af? Oh, dan kan Podenzano wegrijden. Van Petegem geeft af. Ja, Podenzana is weg. Ja, die heeft van die merkwaardige dagen dat hij heel goed rijdt, zoals in de grote prijs van Frankfurt. Vorig jaar alleen. Kijk, ja. Weer discussie met Van Petegem. Die maakt zich geliefd. Bartoli. En daar gaat Le Marchand erachter. En nu gaat Van Petegem wel. Kijk, Bartoli met het. Die Van Petegem krijgt wel wat te horen, zeg. Oh. Nou,
En Podenzana heeft 200 meter. En als het zo doorgaat, als het nog even duurt, dan pakt hij zo een minuut. Hij ging weg op de grote versnelling. Ja. De ploeg van Podenzana heeft nog heel weinig gewonnen. Ze is alleen door die Lutenberger telkens in beeld gebleven. En nu gaan ze samenwerken om die Podenzana te pakken. We moeten ze niet te lang mee wachten. Zeven kilometer. En Bartoli doet wat hij kan. Hier Stevens aan het elastiek. Ja. Dan gaat hij zitten drinken. Linksboven nu bij, of middenboven nu bij Podenzana. Dat is 200 meter. Nu gaat Stevens. Stevens had even de batterij zitten opladen. Stevens en Bartoli zijn weg van Petergem met Guerini en Le Marchand in het wiel. Bartoli komt naar het wiel van Stevens toe. Alles op het kantje, nu Podenzana nog eens eentje vooruit. Nu moet Bartoli overnemen. En nu valt het stil. Maar die heeft al te veel gedaan. Wie nu? Guerini doet het ook niet. En Podenzana loopt weg. Ja, ja. Dit is de leider nu. Die heel slim gebruik maakt van de kleine oorlogjes daarachter. 4,45 overigens is het verschil tussen de koplopers en de Fransman Gouvenou. 15 seconden daarachter het peloton. Wij beperken ons tot het duel tussen de Italiaan, deze man Podenzana en zijn achtervolgers. Podenzana die wegging op een goed moment. 18 seconden voorsprong voor Podenzana, die een veteraan is, 34 jaar. En bezig aan zijn eerste Tour de France. Hij heeft heel wat Giro d'Italia achter de rug, maar nooit verscheen hij in zijn lange carrière hier in Frankrijk aan de start. En tweevoudig Italiaans kampioen. Kijk, daar gaat Bartoli weer. Ja. Die moet steeds eventjes moet hij, op adem komen. En die blijft aanvallen. En weer pakt Le Marchand hem, althans probeert hij. En Van Petergem rijdt er weer naartoe. Ja. Maar dan stopt het weer. De rol van Van Petergem, kijk, ze nemen niet over. De rol van Van Petergem is natuurlijk uiterst curieus. Hij gaat meerijden. Op het moment dat Podenzana springt, houdt hij zijn benen stil. Ja. Nou, het ziet er goed uit voor Podenzana. 14 seconden voorsprong. Met nog 5 kilometer te rijden voor de achtervolgers. Maar daar zit geen snit meer op. Bartoli maakt zich geweldig druk. En probeert het maar weer. Maar hij wil iemand mee hebben die kop over kop gaat. En nu gaat Bartoli alleen. Stevens. Ja, dat is allemaal te laat. Ja. Als je kop over kop gaat, dan kom je er nog. In ieder geval heeft hij Bartoli punch vandaag. 26 seconden voorsprong voor Podenzana, terwijl Stevens twee keer slip. Die slip, hij valt. Ja. Kijk eens, oh ja, dat zag je natuurlijk. Achter de achterband ging van zijn fiets af. Dat zie je nu. Tjik. Tjik. En daar gaat hij. Jammer hoor. Tjonge, jonge, jonge. Maar het loopt goed af. Klein hard mannetje, ja. Maar zijn kansen zijn natuurlijk nu verkeken. En dit speelt natuurlijk Podenzana in de kaart. Kijken hoe het hier is. Guerini. Die zit alleen en die heeft niet zulke beste benen meer. En Bartoli is weg. En dan kom je hier met Van Petergem. Waar is Le Marchand gebleven? En Stevens zat weer op de fiets. Hier is
Hier komt Guerini bij Bartoli en bij Van Petergem. En waar is Le Marchand? Zit hij daar nog voor? Volgens Bartjes moet dat. Of hierachter? Het lengt erachter. Ja. Bartoli, Van Petergem, Guerini. Daarvoor Podenzana. Podenzana werd in 94, twee jaar geleden, zevende in het eindklassement van de Ronde van Italië. Vorig jaar dus 26e in de Tour de France. Derde in de Henninger Tour in Frankfurt. Hij won de Ronde van Toscanië. Dus een hele goede coureur. En nu gaat Guerini nog eens een keer achter de ruggen weg. Hè? Ja, het zijn wel vrienden geworden dit in deze etappe. De winnaar van vandaag, 15 juli 1996. Podenzana uit Italië wint voor de Carrera-ploeg. Na 6 kilometer ging hij weg met 27 anderen. En nu dankt hij de heer en is winnaar in een relatief korte etappe die hij aflegt met een gemiddelde van 44 kilometer en 961 meter. Daar zijn de geklopten. Guerini gaat tweede worden hier. En eens kijken of Van Petergem met Bartoli, gaat sprinten. Ja. In het midden van uw beeld Guerini, de Italiaan die tweede wordt, dus Italianen 1 en 2. En waarom wordt er zo gestreden voor die tweede plaats? Die brengt 35 punten op in de wereldranglijst. En nu daarachter. De sprint tussen Van Petergem rechts en Bartoli. En Van Petergem wordt derde. En is een felbesproken renner in deze etappe. Denkt u dat van mij aan? Le Marchand gaat vijfde worden. Die werd gehinderd door die val van Stevens. Nou, één klein zwaaitje. En Stevens, die net onderuit ging, wordt dus zesde. Op anderhalve minuut. Dit is Villeneuve-sur-Lot, daar waar gesprint gaat worden voor de zevende plaats met de Roslotto's aan de leiding. Een kilometer. Eens kijken wat Zabel doet. Ik heb u gezegd dat hij met 53 punten verschil leidt. Baldato voor Fondriest. Baldato nog steeds aan de leiding, hoewel het wel heel kunstzinnig is wat we op het ogenblik zien. Zevende plaats, breed uitgewaaid. Zabel zit niet lekker. De zevende plaats op meer dan 5,5 minuut. Abdou Chaparov of Moncassin. Moncassin wint voor Baldato Zabel. Moncassin wint dus de sprint van het peloton. En wint daarmee 3 puntjes terug op Zabel in het klassement om de groene trui. En Blijlevens komt nu binnen, dus die sprint er helemaal niet mee. Breuking binnen, iedereen binnen. Breuking als één na laatste van het peloton. Inmiddels heeft de Franse televisie, dat kunnen wij ook hier horen,
een kort interview met Le Marchand gehouden. Ik zal niet letterlijk vertalen wat hij over Van Peteghem zei. Het is toch weer een etappe waarin van alles en nog wat gebeurde. En waarin een negatieve hoofdrol was weggelegd voor Peter van Peteghem. Die haalde zich de woede van de kopgroep op de hals door nauwelijks kopwerk te verrichten. Herbert Dijkstra vroeg de TVM-renner na afloop tekst en uitleg. Peter, uw medevluchters waren onderweg boos op u, klopt dat? Dat is normaal, hè? Als je niet meer rijdt, dan zijn ze een beetje het, hoe zou ik zeggen, het derde wiel van de wagen. En ik heb een aantal keren gevraagd voor wel mee te rijden, want op een gegeven moment hadden we toch 9 minuten en ik denk niet dat het peloton echt reed. U hebt met Ad Wijnands gesproken onderweg, de ploegleider. Ja, het was eerst de tweede wagen, toen is Adje gekomen. En, maar ja, pardon. Ik had gevraagd misschien aan de bevoorrading en toen was, zijn ze teruggekomen tot op 6 minuten. En toen zeggen ze, ja, ze gaan zeker terugkomen, want ze rijden in het peloton. En toen zijn ze toch bij ons echt bijna doorrijden. Maar ik heb direct gezegd, ja, als ik niet mag meerijden, gaat het zeker moeilijk zijn ook, want ze gaan zeker mij slachtoffer nemen voor niet te winnen. Is dat ook gebeurd? Ja, dat zal wel, is toch normaal ook. Vooral die drie Italianen. Die hebben constant tegen mij gepraat. Op een gegeven moment wel. Wat hebben ze tegen u gezegd? Ja, voor medereiden. Maar moet je altijd zeggen, als je niet mag, mag het niet. Ik kon gemakkelijk meerijden, maar ik had liever meegereden. Maar ja, als je niet mag, dat is ploegtactiek. Hè. U bent het slachtoffer geworden van uw eigen ploegentactiek. Ja, zo is het. Hè. Podenzana eindigt dus als eerste in de 15e etappe, gevolgd door Guerini, Van Peteghem, Bartoli, Le Marchand en de ongelukkige Stevens. Mocassin wint de sprint van het peloton, waarin ook alle Nederlanders zaten op 5 minuten en 38 seconden voor Baldato, Zabel en Ferrigato. Er verandert niets in de top 10 van het algemeen klassement. Rees behoudt het geel en wordt op de hielen gezeten door Olano en Berzin. En dan Rominger, Ulrich, Lutenberger, Vierenk, Indurain, Dufaux en Escartin.